Goedenavond aan iedereen. Um, zoals gezegd, is het zo dat uh, mijn collega Ryan Akkort en uh, ik deze avond voor u mogen verzorgen. En uh, iets meer over onszelf: uh, Dr. Akkort is uh, hartchirurg en gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen. En dat betekent dat hij zowel volwassenen als kinderen opereert met aangeboren hartafwijkingen. Ik zelf ben kindercardioloog en wat houdt dat nu in? Wat is zo'n vage term. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat ik in de zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen, maar ook in de zorg voor kinderen met bijvoorbeeld hartritmestoornissen, ze in de loop van de tijd, in de loop van hun groei en ontwikkeling, controleer en kijk hoe het met ze gaat en zo nodig. Behandel met medicatie of andere ingrepen. Nu is het zo dat je dit soort zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen natuurlijk niet alleen uh, levert. Daar zijn heel veel andere mensen bij betrokken. Uh, u moet bijvoorbeeld denken aan de kinderartsen van de neonatologie, die de kinderen vlak na de geboorte opvangen en hun door die eerste kritische periode heen helpen. U moet bijvoorbeeld ook denken aan de anesthesisten en de anesthesie medewerkers die een kind tijdens een operatie in slaap brengen en zorgen dat hun bloeddruk stabiel blijft. U moet bijvoorbeeld ook denken aan de verpleegkundigen of de perfusionisten die uh, dit uh, indrukwekkende apparat bedienen om de bloedsomloop over te kunnen nemen, waarover uh, dokter Akkoord straks meer gaat vertellen. We moeten natuurlijk ook denken aan naast de thoraxchirurgen, alle andere betrokkenen die die operaties inplannen. En uiteindelijk als kinderen op de polykliniek worden vervolgd, natuurlijk ook aan alle mensen die dat mogelijk maken in het secretariaat om te zorgen dat alles netjes verloopt. Maar vanavond zult u het helaas met ons twee moeten doen. Uh, en, uh, ik wil graag beginnen bij het begin. En wat is nu een aangeboren hartafwijking? En daarvoor is het handig om eerst uh, nog een keer in herinnering te brengen hoe het hart ook alweer werkt. Vanuit de onderste en bovenste holle ader stroomt zuurstofarm bloed vanuit het lichaam de rechterboezem in. Vanuit de rechterboezem stroomt het bloed naar de rechterkamer. Vanuit de rechterkamer stroomt het bloed door de longslagader naar de longen toe. In de longen neemt het bloed zuurstof op en stoot het kooldioxide af. Het bloed komt zuurstofrijk terug door de longaders in de linkerboezem. Vanuit de linkerboezem stroomt het bloed naar de linkerkamer. Vanuit de linkerkamer stroomt het bloed door de aorta het lichaam in. Het lichaam verbruikt zuurstof en stoot kooldioxide af. Het zuurstofarme bloed stroomt terug door de onderste en bovenste holle ader. En zo is het zo dat het bloed telkens opnieuw door het hart heen stroomt. En daarin in de ontwikkeling van het hart kan natuurlijk van alles fout gaan. En dat is wat we een aangeboren hartafwijking noemen. Een stoornis in de normale ontwikkeling van het hart of de grote bloedvaten die leiden tot afwijkingen in de structuur. Er zijn meer dan 1800 verschillende aangeboren hartafwijkingen. Maar om u een idee te geven, is het zo dat ik er een vier op een rij heb gezet. De meest linker plaatje laat hier een hart zien met een gat tussen de twee hartkamers, waardoor het bloed ook heen kan stromen. Het tweede plaatje laat een probleem zien met een van de kleppen, namelijk de longslagaderklep, die hier vernauwd is, waardoor het bloed minder makkelijk richting de longen stroomt. Een ander probleem kan in de grote bloedvaten zitten, namelijk hier de vernauwing in deze grote lichaamslagader of aorta. En dan bestaan er ook nog een heel aantal meer ingewikkelde hartafwijkingen, waarbij het kind in principe maar één hartkamer heeft. En dat is hier een voorbeeld van de rechterhartkamer, omdat deze linkerhartkamer ontzettend onderontwikkeld is. Wat zijn nu oorzaken van aangeboren hartafwijkingen? Eigenlijk is het zo dat maar in één op tien van de gevallen een genetische afwijking of oorzaak kan worden gevonden. En dat is een bijzonderheid in het erfelijk materiaal. Een nog kleiner gedeelte, namelijk maar in 2% van de gevallen, spelen omgevingsfactoren een rol. En daarbij moet u denken natuurlijk aan de omgeving van het zich ontwikkelende kind, namelijk de baarmoeder. Want het hart ontstaat in de derde tot achtste week na de bevruchting. Maar het overgrote gedeelte van de aangeboren hartafwijkingen wordt zoals we noemen multifactorieel bepaald. Dus dat betekent dat er heel veel verschillende factoren een rol spelen, zowel genetisch als omgevingsbepaald, maar dat we niet één oorzaak kunnen aanduiden. Aan welke genetische oorzaken moet u dan denken? Nou, de bekendste is eigenlijk het syndroom van Down. En daar wil ik niet uitgebreid op ingaan, maar kinderen met het syndroom van Down, volwassen natuurlijk ook, hebben een extra chromosoom 21. Als gezonde mens heb je namelijk twee keer 23 chromosomen, maar bij kinderen van het syndroom, met, het kinder, met het syndroom van Down hebben er eentje extra. En de helft van de kinderen met het syndroom van Down heeft ook een hartafwijking. Omgevingsfactoren die in de baarmoeder dus een rol kunnen spelen is als de moeder tijdens de zwangerschap rubella of rode hond krijgt. Of als er bijvoorbeeld uh, sprake is van suikerziekte. Ook medicatiegebruik of overmatig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap verhogen het risico op een aangeboren hartafwijking. Maar in een overgrote meerderheid is dus de hartafwijking multifactorieel bepaald. En dat maakt uh, dat het ook lastig is om een herhalingskans uh, te noemen. Natuurlijk hangt dat af, zo'n herhalingskans, van of er iets in de familie aan de hand is, of de ouders bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking hebben, of er toch iets in het genetisch materiaal te vinden is, of een omgevingsfactor aan te wijzen. Maar ook bij in principe gezonde ouders, die uh, ook niks in de familie uh, qua bijzonderheden hebben en één kind hebben met een aangeboren hartafwijking, is het wel zo dat het herhalingsrisico, dus de kans op een tweede kind met een aangeboren hartafwijking, verhoogd is. In de normale bevolking is dit risico namelijk 1%. En voor gezonde ouders met al een kind met een aangeboren hartafwijking is het 4 tot 5%. En daar spelen dus allerlei factoren een rol in. Sinds 2007 bieden we aan alle zwangeren de 20 weken echo aan. Misschien hebt u wel eens gehoord van de afkorting SEO, dat staat voor structureel echoscopisch onderzoek. En op indicatie, dus als er op die CEO iets bijzonders wordt gezien of als er in de familie wat speelt, vindt er een uitgebreider onderzoek plaats, namelijk het geavanceerd ultrageluidonderzoek. En met deze strategie wordt ongeveer 60% van de hartafwijkingen al voor de geboorte ontdekt. Dat hangt wel erg af van het type hartafwijking, want als je een hart hebt met twee boezems en twee kamers, dan is de kans dat je de hartafwijking oppikt een stukje kleiner. In Nederland worden er jaarlijks zo'n 1250 tot 1500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. En daarmee is een aangeboren hartafwijking de meest voorkomende aangeboren afwijking. Dus dat betekent dat ongeveer een kwart van de aangeboren afwijkingen het hart betreffen. Die variëren natuurlijk wel sterk in, er, in ernst. Zo kun je ook alleen maar een gaatje hebben tussen het boezemtussenschot, tussen het boezemtussenschot of het kamertussenschot, maar ook alleen maar één hartkamer. En de kinderen met een ernstige hartafwijking, dat zijn dan de kinderen die in het eerste levensjaar geopereerd moeten worden, dat zijn er ongeveer 500 per jaar. En om dat een beetje in perspectief te, te brengen, wil ik graag noemen dat in Nederland zo'n 600 kinderen per jaar gediagnosticeerd worden met kanker. Dus dat betekent dat, dat daar is heel veel aandacht voor natuurlijk, maar dat betekent dat die groepen elkaar niet zo heel erg ontlopen. En uh, dat uh, de, deze groep kinderen met een aangeboren hartafwijking ook een belangrijke groep is die ook alle aandacht verdient. Dus ik ben heel blij dat u hier met z'n allen bent vanavond. In 2017 zijn dan ook 93 mensen aan een aangeboren hartafwijking overleden, waarvan de helft ongeveer jonger dan één jaar. Wat opvallend is, is dat meer jongens met een aangeboren hartafwijking een ernstigere afwijking hebben, met dus ook meer risico op een operatie en op overlijden. Maar die overleving is in de loop van de jaren wel sterk verbeterd, en dat ziet u in deze grafiek. Op de Y-as ziet u het aantal sterfgevallen per jaar, en op de X-as ziet u de jaartallen. De blauwe lijnen uh, betreffen de jongens en mannen met een hartafwijking, en de roze lijnen. De meisjes en de vrouwen, waarbij de gestippelde lijnen het gaat om de zuigelingen onder de leeftijd van één jaar. En zoals u kunt zien, is het zo dat in alle groepen de overleving sterk verbeterd is tussen 1996 en 2014. Dat maakt ook uh, dat in, uh, in 1980 het aantal kinderen met een aangeboren hartafwijking vele malen groter was dan het aantal volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Maar tegen 2012 zijn deze groepen gelijk geworden in Nederland. En in de komende jaren zal de groep volwassenen met een aangeboren hartafwijking alleen nog maar stijgen. En dat heeft dus te maken met de verbeterde overleving. En die verbeterde overleving heeft dan weer te maken met het feit dat er zoveel meer behandelingsmogelijkheden zijn voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. En de geschiedenis daarvan uh, laat ik graag over aan uh, Ryan Akord. Ja, Als we het uh, gaan hebben over de behandeling van uh, aangeboren hartafwijkingen, dan moeten we eigenlijk bij het begin beginnen. Um, in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, was het zo dat deze um, gerenommeerde Britse chirurg een boek aan het schrijven was over chirurgie. En in het hoofdstuk dat ging over verwondingen aan het hart, schreef hij een hele duidelijke uitspraak. Ik zal het even vertalen: dat chirurgie aan het hart waarschijnlijk de grens is van wat er mogelijk is. De grens die de natuur heeft vastgesteld. Geen enkele methode of ontdekking zal maken dat we de natuurlijke uitdagingen gaan kunnen overwinnen. om wonden aan het hart te kunnen genezen. Nou, wat hij op dat moment niet wist. Was dat in hetzelfde jaar en zelfs een jaar eerder, elders in de wereld, al collega's bezig waren of noodgedwongen waren om toch te proberen om een, een verwonding aan het hart um, ja, chirurgisch te herstellen? Zo was er bijvoorbeeld in, uh, in Noorwegen een chirurg, uh, Axel Kapellen, die bij een een 24-jarige man die een steekwond had en stervende was, uiteindelijk besloten had om toch maar de borstkas te openen en toch maar die verwonding, en dat was dan aan een kranslagader, te overhechten. En hetzelfde een jaar later, een Duitse chirurg die bij een 22-jarige man, die was gevonden met een steekwond en stervende was, en na negen dagen toch maar dacht van, nou ja goed, als we niks doen dan nou overlijdt hij, dus we gaan toch maar proberen hem te redden. En beide patiënten hadden het overleefd. Um, nou, met name die tweede chirurg, dokter Ren, die heeft in de jaren, tien jaar, elf jaar daarna, heeft hij een serie um, verzameld van patiënten, 124 patiënten, die allemaal een, een operatie aan het hart, een, een simpele hechting aan het hart, ondergingen. En hij merkte op dat de overleving 40% was. Dus vier van, die tien, vier van de tien patiënten die overleefden zo'n uh, zo operatie. Terwijl, voordat men daar iets aan deed, was het nog maar 10 procent, 1 op de 10. Toch duurde het vrij lang voordat um, men uh, ja, andere ingrepen durfde uh, uit te voeren. Uh, met name die aangeboren hartafwijkingen, heeft, men toch wel bijna 40 jaar, um, heeft het 40 jaar geduurd voordat men daaraan begon. En in het begin waren het de wat simpelere afwijkingen, dus de afwijkingen niet zozeer in het hart, niet de tussenschotsafwijkingen, maar aan de hartvaten. Um, in de eerste plaats bijvoorbeeld het ligeren, het onderbinden van een, een, een vat wat normaal gesproken hoort te sluiten. Um, kort daarop ook um, zo'n cortatie, dat liet uh, dokter Liem al zien, zo'n vernauwing in de grote lichaamslagader, dat werd ook hersteld. Um, en ook kort daarop was men in staat weliswaar niet in het hart, door in het hart te opereren... maar door aan de buitenkant van het hart te opereren, ja, levens te redden. Want uh, een mooi verhaal is het verhaal van deze uh, drie uh, professionals... Um, die uh, het begonnen mee dat de middelste, dat is, doc oh, dat is dokter Helen Tausig... dat was een kindercarioloog en die had kindjes die blauw waren. En zij wist dat dat kwam omdat die kinderen... Um, dat er te weinig bloed naar de longen toe ging. Um, zij ging naar haar chirurg en zei van... kun jij niet een operatie bedenken waarbij je zorgt dat er meer bloed naar de longen toe gaat? Nou, die chirurg ging naar zijn technicus en zij gingen naar hun laboratorium. Ze hebben daar geëxperimenteerd, ze hebben dierproeven gedaan. En ze waren drukdoende totdat dokter Thou zich weer met een patiënt kwam... die echt nodig geopereerd moest worden. Het kind zou het anders niet overleven. En vervolgens zijn... De chirurg met zijn technicus naar de elkaar gegaan. Die technicus had het al tientallen keren op honden geëxperimenteerd. En toen hebben ze die eerste operatie gedaan. Een zogenaamde blalock Thomas Tausig-Schunt. Een verbinding van de uh, aorta indirect met de longslagade. Waardoor extra bloed naar de longen toe gaat. Nou, het bijzondere is dat dezezelfde operatie enigszins is aangepast. Maar nog steeds ja, op een vergelijkbare wijze uitgevoerd wordt. Tientallen keren per jaar in Nederland en daarmee ook levens van kinderen redt. Dus ze waren al heel vroeg op het goede spoor. De volgende uitdaging was echter om ook de afwijkingen binnen in het hart te kunnen repareren. En men wist dat men daarvoor ondersteuning van de bloedsomloop nodig had. Nou, dokter die had daarvoor een gedurfd, maar ja, wel heel bijzonder plan. Hij dacht van nou, wat nou als een kind met de aangeboren hartafwijking... als we zijn bloedsomloop nou kunnen verbinden aan die van vader. He, moeder had al kind gebaard, dus het was nu tijd voor vader om uh, yeah, uh, zijn bijdrage te leveren. Um, het was een gedurfde operatie, want um, in die tijd was er kans dat het verkeerd afliep voor het kind. Maar ook voor vader of voor beide. Dus het is een van de enigste operaties waar je... 200% kans heb op overlijden. Gelukkig was men ondertussen ook met alternatieven bezig. De hart Op verschillende plaatsen in de wereld probeerde men een apparaat te ontwikkelen. Um, wat die bloedsomloop kon ondersteunen. Nou, dit is het eerste apparaat. wat succesvol was toegepast door dokter Gibbon. Um, en dat was in 1953. Hier in Groningen mogen we er heel trots op zijn dat wij een van de eerste ziekenhuizen wereldwijd waren die ook hart-longmachine ontwikkelden en ook succesvolle open -hart operatie uitvoerden. Namelijk de eerste op het Europese vasteland. Dat was in 1957, dus maar een paar jaar nadat dat aan de andere kant van de oceaan um, als met succes was gedaan. Um, en ik ga wat laten zien. U heeft het al gezien, ik heb zo'n hartlongmachine hier uh, meegenomen. Um, eerst even het principe van de hartlongmachine. Eigenlijk heel simpel. De bedoeling is dat we, we willen in het hart opereren. We willen het hart stil kunnen leggen. Dus we moeten zorgen dat er geen bloed naar het hart toe kan komen. We tappen het bloed af. Het bloed gaat volgens, uh, vervolgens met slangen door de hartlongmachine. Dat is in feite dit onderdeel. Daarbij wordt het van zuurstof voorzien. Die hartlongmachine bestaat uit een pomp die het bloed doorpompt. En het bloed wordt gefilterd en al. en met zuurstof voorzien teruggegeven in de aorta, de grote lichaamslagader. Daarmee hebben we het hart gebypast, he, omzeild. En kunnen wij gedurende een, een beperkte tijd kunnen we een operatie uitvoeren. Nou, dit is een, een, een moderne variant van, uh, van die hardlongmachine. Um, het bestaat uit de pompen, verschillende pompen. Hier één, hier achter nog één. En dit is de belangrijkste pomp. Dat is de pomp waar um, die zeg maar, de bloeddruk uh, um, bepaalt. Um, en wat je zult zien is dat het bloed. Mag ik jou vragen om mij even te assisteren, toch? <laughs> um, zou je deze kunnen ja. openen? Ja. Het bestaat dus uit een hardware, als het ware, en een deel wat um, disposable is. En dat zijn deze slangen. Ja, zo is wel goed. Dit mag je dan doorbreken. Maar vast, ja. En dit zijn de slangen die steriel aan de chirurg worden overhandigd. Die verbindt hij dan aan de patiënt. De blauwe kant, dat tapt het bloed af, zoals we dat op die uh, um, tekening net zagen. Hoe moet ik die straks even terugzetten? Zou jij dat ondertussen kunnen doen? Uh, hier? Um, sorry. <laughs> um, het bloed komt hier terug. Dat wordt hier verzameld. Dan gaat het door de oxygenator, het onderdeel wat het bloed, dus van, of, ja, het bloed van zuurstof voorziet. Dat is ook aangesloten op een zuurstofcilinder. Dat kun je nu even niet zien. Dan gaat het um, ja, door de pomp, de oxygenator. En, um, en dan gaat het weer terug naar de patiënt. Dat zijn die rode slangen. Nou, daarnaast kunnen we. Um, bloed wat uit het operatieveld kunnen we uh, komt kunnen we verzamelen. Dat komt via andere slangen. Die hebben we nu niet uitgepakt. In dit reservoir en dat mengt zich dan ook weer met die gesloten circulatie. Nou, een van de belangrijke zaken is dat er geen lucht bij mag komen, maar geen lucht in de bloedsomloop uh, verzeld raken. Dus dit is een gesloten systeem. En een ander belangrijk punt is dat het bloed in contact komt met um, lichaamsvreemd materiaal. Al deze slangen die zijn weliswaar aan de binnenzijde voorzien van speciale coating, maar het blijft lichaamsvreemd materiaal. Dus het zal de neiging hebben te gaan stollen. Om dat te voorkomen moeten we de patiënt hepariniseren, de bloed verdunnen, ernstig verdunnen, en aan het eind van de operatie, als we weer ontkoppeld zijn van die hartlongmachine, dan um, herstellen we de stolling weer. Um, ja, perfect. Dankjewel. Nou, met, um, door de ontwikkelingen van zo'n hartlongmachines zijn wij anno 2019 in staat. Zeer complexe en ook langdurige operaties uit te voeren. Niet alleen maar bij volwassenen, maar ook bij hele kleine kinderen van nog geen 2 kilo. Dat is hier een voorbeeld van, waarbij er. Ja, Flink wat afwijkingen zichtbaar zijn. De vaten die lopen niet zoals ze horen te lopen. En uiteindelijk proberen met wat creatief werk en met wat donormateriaal dat volledig te corrigeren. En dit is dan het eindresultaat. Dit zijn operaties die soms een dag duren. En een deel van die tijd is zo'n patiënt aangesloten aan zo'n hartlongmachine en zorgt de perfusionist dat, um, ja, dat de bloeddruk, een goede perfusie van alle organen gewaarborgd is. Nou, dat is hele complexe en uh, zorg van, van professionals die ja, ervaring hebben. En de manier waarop we dat kunnen doen is, omdat we in Nederland afgesproken hebben... Dat, dat er vier centers zijn die dit soort chirurgie bedrijven. Nou, Groningen uiteraard, Utrecht, Rotterdam en Leiden en Amsterdam, die werken samen. Bovendien is het zo... Dat we speciale of de minder vaak voorkomende operaties ook nog eens hebben afgesproken, dat we dat bijvoorbeeld in een bepaald centrum doen. Um, Groningen, zoals in het voorfilmpje net al duidelijk was, is een centrum waar veel transplantaties gedaan worden. Daar zijn we ook gewoon heel goed in. Wij zijn het centrum dat de kinderlongtransplantaties in Nederland doet. Wij zijn het centrum dat de hart transplantaties doet, dus zowel de longen als de, uh, het hart die dan uh, getransplanteerd worden. En daarnaast zijn wij een centrum dat ja, een, een ingewikkeld ziektebeeld behandelt, namelijk hoge bloeddruk van de longen, als het ware. En um, nou ja, zo heeft Rotterdam de taak om de kinderharttransplantaties te verzorgen voor heel Nederland en ook de. Steunharten, de kunstharten die een kind bijvoorbeeld tijdelijk kan krijgen op het moment dat het eigen hart niet voldoende functioneert, um, en of het hart herstelt zich dan of hij krijgt dan een harttransplantatie. Zo hebben we het in Nederland georganiseerd. Um, in de praktijk ziet dat voor ons er uit, zo uit. Hè? Dus dit is ons verzorgingsgebied. Je ziet dat het een enorm gebied is. Natuurlijk gecentraliseerd rond Groningen en de grote steden. Maar wij bedienen, we krijgen onze patiënten uit uh, ja, ook een deel van Midden-Nederland. Duitsland staat hier niet op, maar we krijgen ook wat patiënten uit het gebied hier net over de grens. Um, en ons motto is dat we. Wij leveren de, de sterk gespecialiseerde zorg. Maar alles wat lokaal kan proberen we ook lokaal te houden. Zodat de patiënten en de ouders niet te veel hoeven te reizen. Dus het kan zijn dat ze na een hartoperatie. Als alles weer stabiel is, bij hun eigen kinderarts onder controle zijn. Die zal laagdrempelig met onze specialisten overleggen. En als er reden toe is, de patiënt weer doorverwijzen. Um, daarnaast is het zo dat wij. Uh, veel aan opleiding doen. Niet alleen maar opleiding van kinderartsen, uh, maar ook uh, kinderartsen met een specialisatie in de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. We leiden uh, volwassen cardiologen op die zich specialiseren op uh, aangeboren hartafwijkingen. En ook chirurgen. De pool van chirurgen er zijn twaalf kinderhartchirurgen in Nederland, waarvan dus drie hier. Maar desondanks proberen we te anticiperen en ook zo nu en dan, dan, dan ja, nieuwe chirurgen op te leiden in dit vakgebied. Nou, in Nederland hebben we het, mogen we best zeggen, goed geregeld. Dit zijn de resultaten van alle vier centra bij elkaar. En dan kijk ik even naar volwassenen met aangeboren hartafwijkingen de afgelopen 15 jaar. En de resultaten waren al goed, maar ondanks dat die patiëntenpopulatie steeds moeilijker is geworden, dus het zijn soms niet een eerste operatie, maar wel een vierde of een vijfde operatie, toch zien we dat we nog steeds winst behalen en dat de overleving na grote operaties. Bijna 99% is. Dat was wat ik voor nu te vertellen had. Ja. In het tweede deel van deze lezing wil ik graag iets meer vertellen over hoe wij kinderen met aangeboren hartafwijking behandelen als team hier in Groningen. En dat wil ik graag doen aan de hand van het verhaal van Tom. En Tom is ongeveer vier maanden oud. ...als wij hem leren kennen. En Zijn moeder maakt zich eigenlijk al sinds zijn geboorte zorgen om hem. Want heel vaak is hij onrustig en dan verkleurt hij blauw, grauw, met name zijn lippen. En hij valt ook heel veel in slaap, ook als hij moet drinken. Dus dat maakt dat hij soms zo weinig drinkt... ...dat ze hem al twee keer zo vaak moet voeden op een dag als normaal. En met name de laatste twee weken, voordat wij Tom leren kennen... ...zijn de zorgen toegenomen. En daarvoor is moeder opnieuw met hem naar de huisarts gegaan... ...en heeft dit keer een verwijzing gekregen naar de kinderarts... Tijdens de zwangerschap zijn er wel meerdere echo's gemaakt, maar Tom lag dan net weer met zijn armen voor zijn borstkas en dan was zijn hart weer niet te zien. En hoe er ook geduwd en getrokken werd, had allemaal geen effect. En bij aankomst in het ziekenhuis bij de kinderarts blijkt zijn zuurstofgehalte dan maar 70 tot 75 procent te zijn. Dat wordt gemeten met een soort stikkertje bij kinderen rond de vinger en normaal gezien is het zuurstofgehalte 95 procent of hoger, dus bij Tom sterk verlaagd. De kinderarts geeft dan zuurstof, want als dan het zuurstofgehalte stijgt, is er mogelijk een probleem met de longen. Maar dat is niet het geval. Dus denkt de kinderarts aan een probleem in het hart. En zoals we net van uh, dokter Akort hebben gehoord, uh, moet het kind dan overgeplaatst worden van dat ziekenhuis uh, waar hij aangekomen is in het oosten van het land naar het UMCG. Bij aankomst hier is het zuurstofgehalte nog wat lager geworden. En Tom is ook heel vaak onrustig en daalt af en toe dat zuurstofgehalte tot 30, 40 procent. En in het UMCG willen we natuurlijk graag verder onderzoek doen. En dat wordt natuurlijk wel bemoeilijkt bij een onrustig kind. Maar uh, wat voor mogelijkheden hebben we daarvoor in de afgelopen eeuwen gekregen? Omdat ik graag ook een klein beetje de geschiedenis induiken, uh, heb ik die hier nog even voor u op een rijtje gezet. Uh, want in het begin van de 19e eeuw is de stethoscoop ontdekt door een Franse arts die het eigenlijk een beetje te gênant vond om zijn oor rechtstreeks op de borstkas van een vrouwelijke patiënt neer te leggen. Dus om dat te voorkomen heeft hij een rol papier opgerold en uh, daarmee kon hij het hart eigenlijk nog beter horen. Dus toen heeft hij een koker ontwikkeld en van daaruit de stethoscoop. Aan het eind van de 19e eeuw ontdekte Röntgen de röntgenstralen. En uh, is het zo dat de eerste foto die hij maakte was van de hand van zijn vrouw. In het begin van de 20e eeuw werd door een Nederlandse arts Eindhoven het ECG, elektrocardiogram, ofwel het hartfilmpje, uitgevonden. En sindsdien zijn de mogelijkheden om hartafwijkingen te diagnosticeren sterk toegenomen. Niet heel veel later vond de eerste hartkatheterisatie plaats. En dat is eigenlijk een inwendig hartonderzoek met infusie, waar ik over u straks meer zal vertellen. Maar het is wel een saillant detail dat dokter Vorsman die eerste hartkatheterisatie bij zichzelf heeft uitgevoerd. Uh, in 1953 uh, uh, kwam echocardiografie uh, door een Zweedse arts uh, um, in ontwikkeling. En dat is een ontwikkeling uh, die ook nu nog uh, doorloopt, uh, waarbij beeldkwaliteit steeds beter wordt en we ook 3D-reconstructies kunnen maken. Uh, maar ik moet wel eerlijk toegeven dat die 3D-reconstructies op het moment nog beter zijn uh, door de ontwikkeling van scans, zoals de CT-scan en de MRI-scan in de jaren 70. Iets meer over het echocardiogram. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ultrageeluidsgolven en die worden dan via een dikke stift als het ware uitgezonden en ook weer terug opgevangen. Eigenlijk net zoals uh, uh, tijdens de zwangerschap uh, voor het ongeboren kind. Het is daarmee zo dat je eigenlijk plaatjes maakt. Uh, dat zijn eigenlijk een soort plakjes uh, die je hier zo in het hart uh, snijdt. En bijvoorbeeld hier onderin ziet u dan de linkerhartkamer en de rechterhartkamer, eigenlijk in een soort dwarsdoorsnede. Iets hogerop vindt u een doorsnede die ik u graag wil laten zien. Niet omdat die zo gemakkelijk is, want dat is die zeker niet. Maar omdat we daarop de hartafwijking van Tom kunnen zien. U moet maar van mij aannemen dat dit de rechterboezem is, die via een klep verbonden is met de rechterkamer. En dan stroomt het bloed via de longslagaderklep zo de longen in. Als het ware zo. Dan ga ik u de echoplaatjes laten zien en op het linkerplaatje ziet u een uh, normaal hart, of in ieder geval waar dit gedeelte van normaal is. En dan hebt u hier weer die rechterboezem, hier de rechterkamer, de longslagaderklep en daar stroomt het bloed naar de longen. U moet zich voorstellen dat hier ergens die echokop bevindt en we kunnen dan ook kleurtjes aanbrengen waarbij alles wat van de echokop afstroomt blauw kleurt. Dus dat betekent dat het bloed hier vanuit de rechterkamer via de longslagaderklep zo de longen instroomt. Het rechterplaatje is het echo van Tom. U kunt al zien dat het hart veel sneller klopt omdat hij ontzettend onrustig is, maar het bloed stroomt niet vanuit deze rechterkamer de longen in. Die blauwe bloedstroom ontbreekt. En dat komt omdat hij een ontbrekende longslagaderklep heeft. Om dat nog wat beter in beeld te brengen hebben we ook nog een CT gemaakt bij Tom omdat hij zo onrustig was, konden we niet alle details goed zien. En voor een CT is het zo dat een kind in een tunnel wordt geschoven. En dan wordt met behulp van röntgenstralen als het ware, ook allemaal plakjes gemaakt, die je daarna weer kunt reconstrueren tot een uh, 3D-model. Daarvan ziet u hier een voorbeeld. En het linkerplaatje laat dan weer een normaal hart zien. En dat is uh, van voor naar achter. Dus dat betekent uh, dat dit rechts is en dit links, want we kijken naar de patiënt. Dit is boven en dit is onder. Dus u ziet hier allerlei ribben. En u ziet hier nog de schouderbladen en dit is het hart. Ik uh, ga niet uh, verwachten dat u begrijpt uh, hoe alles precies hier in elkaar steekt, maar het belangrijkste is dat er twee grote bloedvaten uit het hart komen. Deze is de grote lichaamslagader of aorta en deze is de longslagader. Dit is het plaatje van de CT van Tom en ik geef gelijk toe dat dit niet de mooiste CT is die we ooit hebben gemaakt. Het is zo dat uh, hij heel onrustig was en dat beïnvloedt de beeldkwaliteit. Maar het belangrijkste is uh, dat er eigenlijk maar één groot bloedvat hier uit het hart komt. Want dit, deze, dit vat, dit hart is een beetje gedraaid... is, het, uh, is de bovenste holle ader de, die het zuurstofarme bloed naar het hart toe brengt. Dus naast deze aorta die u hier op het plaatje ziet... zou hiernaast nog een longslagader zich moeten aankleuren en dat doet hij niet. En dat komt omdat uh, tijdens zo'n CT contrastmiddel in de bloedvaten wordt gespoten en dat maakt dus wat je kunt afbeelden en niet kunt afbeelden en omdat er geen bloed vanuit het hart richting de longen stroomt wordt de longslagader hier dus niet afgebeeld. Tom heeft dus een ingewikkelde hartafwijking, namelijk een ontbrekende longslagader. En daar bestaat eigenlijk een heel spectrum van. Misschien heeft u de term tetralogie van Fallot wel eens gehoord. Dit is eigenlijk de ernstigste vorm hiervan. En dat betekent dat er een ontbrekende longslagaderklep is, maar wel een verbinding tussen de hartkamers, zodat het de rechterkant van het hart het bloed wel kwijt kan. Hier nog een keer een plaatje van een normale hart, waarbij het bloed, dus het zuurstofarme bloed, vanuit de bovenste en onderste lichaamshelft eerst in de rechterboezem binnenkomt. Dan stroomt het via een klep naar de rechterkamer en via de longslagaderklep normaal gezien naar de rechter- en de linkerlong. In de longen wordt het bloed weer van zuurstof voorzien en dan komt het aan de linkerkant van het hart weer uit in het linkerboezem. Dan gaat het via een klep naar de linkerkamer en via de aorta klep en de aorta de grote lichaamslagader het lichaam in. Bij Tom is het zo dat het zuurstofarme bloed ook in de rechterboezem terechtkomt en via een klep naar de rechterkamer gaat, maar de longslagaderklep tussen de Rechterkamer en de longslagader die ontbreekt. En daarom is dit gedeelte van de longslagader ook onderontwikkeld. Het is wel zo dat het bloed een uitweg heeft vanuit de rechterkamer, namelijk naar de linkerkamer. En zo vermengt het zuurstofarme en het zuurstofrijke bloed zich. En komt gemengd in de grote lichaamslagader en dus in het lichaam terecht. En dat maakt ook dat Tom een lager zuurstofgehalte had in zijn bloed toen, hij, toen wij hem leerden kennen. Je moet natuurlijk wel bloed hebben dat naar je longen gaat, uh, om te zorgen dat je zuurstofrijk bloed krijgt. En gelukkig is die verbinding er, uh, en was die verbinding er ook nog bij Tom. Die verbinding heet de ductus, en dat is de verbinding die uh, bij iedereen voor de geboorte aanwezig is... tussen de grote lichaamslagader en de longslagader. En deze verbinding heb je eigenlijk bij een normaal hart niet nodig. Maar voor Tom was hij heel handig, omdat het bloed via de grote lichaamslagader... Toch ook terecht kwam in de longen en naar de rechter- en de linkerlong ging. Omdat je zo'n verbinding die ductus normaal niet nodig hebt in een normaal hart, is het zo dat hij als het ware geprogrammeerd is om te sluiten in de eerste tijd na de geboorte. En dat is dus wat er met Tom is gebeurd. Langzaamaan werd dat buisje kleiner en is het zo dat hij telkens moeier en moeier werd, minder goed kon drinken en blauwer werd. En dat maakte dat hij in een slechte conditie, een slechte groei bij ons terecht kwam. Zo'n kind wat in een slechte conditie terechtkomt uh, in een ziekenhuis, kun je niet gelijk gaan opereren, want daar zitten veel te veel risico's aan. Maar gelukkig is er wel een andere behandeling mogelijk. Wij kunnen namelijk uh, die ductus openhouden met een medicijn, wat Prostin heet. En uh, dat is eigenlijk in de jaren zeventig uh, voor het eerst op lammeren uitgetest. En eind jaren zeventig is een groot onderzoek in de Verenigde Staten uh, plaatsgevonden bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen. En sindsdien is het eigenlijk niet meer uit onze praktijk weg te denken. Er zijn wel wat nadelen aan dit prostin, want je moet het namelijk continu geven via een infuus. Dus dat betekent rechtstreeks in de bloedbaan. Dus kinderen zijn opgenomen op een intensive care voor pasgeborenen. Daarnaast kent het ook een aantal bijwerkingen. Kinderen voelen zich vaak grieperig, niet lekker, geprikkeld. Ze vergeten soms ook goed door te ademen en hebben dan soms een beademingsbuis nodig om de ademhaling te ondersteunen. En bovendien is het zo dat bij langdurig gebruik, zoals bij, ook bij Tom het geval was, er allerlei botuitstulpingen ontwikkelen, zoals u hier op de foto kunt zien en hier ook op de röntgenfoto. Tom had dit medicijn langdurig nodig, omdat hij zo instabiel was eh, dat we niet direct een ingreep konden doen. Maar uiteindelijk zouden we graag zijn harterwijking willen corrigeren. Daarvoor was hij ook nog te klein eh, bij vier maanden leeftijd, dus moest er een tussentijdse oplossing worden gevonden. Om te beslissen wat de beste oplossing op dat moment is, is het zo dat we dan met z'n allen gaan samenzitten. Niet alleen de kinderhartchirurg en de kindercardioloog, maar ook de kinderanesthesist, de kinderintensivist, de, de betrokkenen van later de volwassenenzorg. Die zitten allemaal bij elkaar om alle beelden met elkaar te bekijken en te bekijken wat de beste oplossing is. Grofweg zijn er op dit moment al twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid heeft dokter Akkoord met jullie besproken. Dat is de shunt operatie, die dus vanaf de jaren 40 uh, bestaat. Waarbij er een verbinding aangelegd wordt tussen de grote lichaamslagader en de longslagader. In plaats van die ductus. Omdat die ductus eigenlijk niet betrouwbaar is. En omdat je dan ook de medicijnen niet meer nodig hebt. Er zijn natuurlijk wel allerlei nadelen aan zo'n operatie, want de borstkas moet daarvoor open, je hebt er zo'n ingewikkeld apparaat voor nodig, uh, wat uh, de bloedsomloop moet on, uh, overnemen en wat ook weer allerlei uh, bijwerkingen met zich meebrengt. En zeker voor een kind in een slechte conditie is dat niet een ideale strategie. Maar gelukkig is het zo dat er uh, volop in ontwikkeling uh, andere behandelingsmogelijkheden zijn en daarvan uh, wil ik graag de hartkatheterisatie noemen of inwendig hartonderzoek. Het is zo dat, je, dat dat al langer bij volwassenen gebruikt wordt en u kent het misschien ook wel om bijvoorbeeld kransslagaders te dotteren. In ieder geval wordt er via de lies een heel dun infuus, een soort rubberen slangetje, tot in het hart en in de bloed, bloedvaten ingebracht. En dit kun je ook gebruiken om die ductus van Tom open te houden. Wat je namelijk kunt doen, is via dat infuus een stand inbrengen. En een stand is eigenlijk een soort buisje van kippengaas. Uh, wat uh, door het opblazen van een ballonnetje ontplooit kan worden. En als het ware in, die, in dat vat, in die ductus. Um, kan zorgen dat die ductus open blijft. zonder dat je daarvoor medicijnen nodig hebt. Wat dus een stuk betrouwbaarder wordt. In het begin jaren negentig is het zo dat het voor het eerst succesvol werd uitgevoerd, zo'n standplaatsing in een ductus. En wij zijn er ook de afgelopen ja, jaar of tien, denk ik, mee begonnen om ze ook hier bij onze patiënten uit te voeren. En zo ziet het er dan ongeveer op de foto uit. En dan kun je ook zien hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. En dit is het resultaat op een foto van de longen en van het hart. U ziet hier weer de foto van de voorkant. Dus dat betekent weer dat dit rechts is en dit links. Dit boven, hier ziet u nog Tom's tandjes. En dit hieronder. Uh, hier ziet u de wervelkolom bijvoorbeeld. Hier de sleutelbeneren. En dit hier is het hart. En uit het hart komen die grote bloedvaten. En daar zit nu de stent, dat buisje van kippengaas. Eigenlijk wil ik u gewoon graag laten zien hoe we dat hebben gedaan. Want ik vind het zo'n mooie procedure. Dus we gaan het gewoon proberen. En uh, ik heb hier wat plaatjes meegenomen van voordat de stand werd geplaatst. En uh, u ziet dan hier uh, op het linkerplaatje het hart weer van de voorkant. Het is nu wel een beetje uh, vager. En dat komt omdat we niet zoveel veel stralen kunnen geven tijdens zo'n procedure. Want anders is uiteindelijk uh, tijdens zo'n procedure wordt de hoeveelheid straling te groot. Maar u ziet hier weer het hart. U ziet hier uh, bijvoorbeeld de ribben. En um, dan is het hier een zijaanzicht. Dus eigenlijk uh, uh, staat hij nu zo, waarbij dus dit het borstbeen is van de voorkant en dit is de wervelkolom aan de achterkant. En daar kun je net iets beter op zien dat dit namelijk de grote lichaamslagader is, of aorta, waar die katheter in zit. En hier zo is nog die longslagader stomp. Die komt dus niet vanuit het hart, uh, wordt die uh, uh, bevloeid, uh, maar die komt vanuit die ductus, die hier zo, uh, dat strengetje wat hier aankleurt. En deze opnames die kunnen we dan gebruiken om te meten hoe dik die ductus is. En hoe lang die is, om te zorgen dat je weet hoe, hoe, hoe lang dat traject is wat je moet overbruggen. En uh, we hebben dus besloten om een 3,5 mm stand te plaatsen. Nou, dat gaat er dan zo aan toe. U ziet hier een katheter die ook weer in die grote lichaamslagader zit. En door de ductus heen is opgeschoven. En wat je kunt zien, is dat uh, het ballonnetje wordt opgeblazen met contrastvloeistof erin. Dus dat kleurt aan. En vlak voordat het... Zeg maar op het moment dat het wordt opgeblazen, ziet u hier die stent ontplooien. Dat is nog net iets beter aan deze kant uh, te zien, waar hier de grote lichaamslagader is en hier uh, die uh, longslagaderstomp. Eén stand was niet genoeg om dat traject van die ductus te overbruggen, dus moest er een tweede stand geplaatst worden. En omdat we er niet genoeg van kunnen krijgen, ga ik u ook die laten zien. Um, het is het beste te zien op dit plaatje, waarbij u hier al die eerste stand kunt zien. En hier wordt dan de tweede stand uh, daarachteraan ook opgeblazen. En dit is dan het resultaat. Dan ziet u dat uh, met name op dit plaatje. het bloed vrijelijk vanuit uw grote lichaamslagader naar de longslagader kan stromen. Waarbij er dus geen medicijnen uh, meer nodig zijn. en Tom ook een keer naar huis kan. Het is zo dat je het niet zo'n heel goed idee zou zijn. om elke keer als je die stand opnieuw wil gaan bekijken. ook zo'n inwendig hartonderzoek te doen. Maar op echo kun je ze ook heel mooi uh, zien. En dat wil ik u graag illustreren met deze plaatjes. Op dit linker plaatje is. De plaatjes zijn allebei weer van de zijkant, dus hier ziet u de grote lichaamslagader, dit is de longslagaderstomp, en hier ziet u de stent zitten. En dit plaatje weer met uh, kleur om te zien hoe het bloed stroomt, uh, kunt u zien dat het bloed ook door die stent heen stroomt, of in ieder geval naar de stent toe. Want door de stent heen kunnen we vanwege het materiaal van de stent niet goed met echo bekijken. En toen kon Tom dus na 168 dagen opgenomen geweest te zijn, eindelijk naar huis en om te groeien en zich te ontwikkelen. En in de loop van de groei is het zo dat die stent niet meegroeit. Dus dat betekent dat wij als kindercardiologen hem regelmatig op de poli terugzien om te kijken hoe het met hem gaat, om het zuurstofgehalte in zijn bloed te bekijken, omdat we verwachten dat dat met de groei weer zal gaan dalen. En daarmee bepaal je ook het moment waarop een volgende operatie nodig is. Hij wordt daarnaast ook regelmatig door de kinderarts gezien in het ziekenhuis in het oosten van het land. Want die kan ook heel mooi het drinken, de groei en de ontwikkeling vervolgen. Want u kunt zich wel voorstellen dat Tom wel zeg maar toch op achterstand was na zo'n langdurige ziekteperiode. Na negen maanden was het dan zover. Tom was goed gegroeid. Het zuurstofgehalte was weer mooi aan het dalen. Dus we gingen weer met z'n allen de plaatjes uh, bekijken. En we besloten tot een correctie van de hartafwijking. Die correctie die bestaat eruit. Uh, het sluiten van het gat tussen de twee kamers. Met behulp van een lapje, zoals iemand het zo mooi uh, noemde. En daarnaast. Het uh, uh, maken van een verbinding tussen de rechterkamer en de longslagader. En wij vertellen daar altijd wel iets over aan de patiënt. Maar wie beter dan de chirurg zelf om daar iets meer over te vertellen? Ja, wat nou als er een hartklep ontbreekt? Nou, in de eerste plaats moeten we even bedenken wat die hartklep doet. Ja, het um, hart is een pomp, hebben we gezegd. Het knijpt samen. En het doel is dat het zorgt dat het bloed de goede kant op stroomt. We hebben In feite moet je het zien als dat de rechter is één pomp, de linker is één pomp. En om het bloed de goede kant op te laten stromen, heb je die hartkleppen. Um, op het moment dat het hart samenknijpt, moet er maar één uitgang zijn, namelijk de, de voordeur. De achterdeur moet dan dicht zijn. Op het moment dat het hart weer ontspant, dan moet er nieuw bloed binnenkomen via de achterdeur... Deze klep die gaat juist dan dicht, zodat het bloed wat net verpompt is niet weer terugkomt. En dat is de manier waarop bij elke hartslag het bloed zich de goede kant op beweegt. Nou, op het moment dat een klep niet functioneert, en dat kan zijn dat die klep lekt bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat het bloed juist terugkomt. Het is een hele insufficiënte manier om het bloed rond te pompen. Het hart moet dan onnodig hard werken en na een loop van tijd ja, krijg je daar klachten van. Een ander probleem met een klep kan zijn dat de klep juist onvoldoende open gaat. Dat is ook erg belastend voor het hart. Het, het bloed kan dus niet dan makkelijk doorgepompt worden. Um, nou, op het moment dat een hartklep ontbreekt, kun je een aantal dingen doen. Je kunt kijken wat, is er, wat heb je om mee te werken. Kun je dat repareren? Is het zo dat de klep misschien wel aanwezig is, maar niet goed is aangelegd, te klein is... Wat we dan kunnen doen is zeggen van nou ja, we gaan het niet perfect krijgen, maar we zorgen dat we dit wijder maken. Zodat het bloed uiteindelijk wel er doorheen kan. Het gaat dan een klein beetje terugstromen, maar dat nemen we dan nu even voor lief. Um, maar dan kan Tom of een, een andere patiënt kan dan wel even verder, kan groeien, en dan kunnen we altijd wel kijken naar een andere oplossing. Nou, dat kan via een operatie, dat je de klep wat wijder maakt. Dat kan ook via eenzelfde katheterisatie, zoals dokter Limnet liet zien, met weer zo'n ballon. In dat geval gebruiken we dan geen stent, maar puur een ballon om de boel net wat wijder te maken. Um, als het kind groot genoeg is en wij zien mogelijkheden om... Naar een iets betere uh, 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 oplossing te gaan, dan kunnen we overwegen om daar een, een, een klep tussen te zetten. Nou, die kleppen die kunnen van dierlijk materiaal zijn. Dit is een voorbeeld van een varkensklep. Varkensweefsel wat dan uh, vastgezet is op een kunststof um, ja, omhulsel, als het ware. Deze rand die kunnen we dan gebruiken om die klep vast te hechten. Je kunt ook uh, een runder. ...halsslagader gebruiken. Dan heb je een buisje met daarbinnen een klep. Dan kun je je voorstellen dat dat misschien wel een oplossing voor Tom zou kunnen zijn... ...waarbij we dus de ene kant aanhechten aan de rechterkamer... ...en de andere kant aan die loonslagader. Nou, wat zijn daar de voor- en nadelen van? Dit zijn producten die de firma gewoon levert. Dus die kunnen we gewoon in de, in de kast hebben. We kunnen kiezen welke maat we nodig hebben. Die zijn altijd beschikbaar. Het is dierlijk materiaal, je hoeft niet per se bloedverdunners te gebruiken. Dat is ook gunstig bij een kind. Nadeel is dat deze producten eigenlijk voor volwassenen met name gemaakt worden. He, voor de grote massa, de, de, grootste de grootste groep van operaties, zijn toch bij de volwassenen. En niet zozeer bij een kind van een paar maanden oud. Dus we moeten soms daar heel creatief mee zijn, en niet alle maten zijn dus beschikbaar. En we zien ook dat deze kleppen het op zich goed doen bij volwassenen, ouderen, maar bij kinderen hebben ze de neiging heel snel te verkalken. Een andere oplossing zou kunnen zijn een kunstklep: dat is een klep die gemaakt is van carbon met twee klepblaadjes die open en dicht gaan. Ik heb voor de mensen die interesse hebben hier straks een voorbeeld van. Daaromheen zit ook weer een hechtering, dat heb ik nodig om die klep vast te zetten. Het voordeel is dat ook deze kleppen gewoon door de firma kant-en-klaar worden geleverd. Die zijn dus goed beschikbaar. In principe zouden ze 100 jaar mee kunnen gaan. Alleen bij een kind gaan we natuurlijk geen grote maat kunnen implanteren. Dus uiteindelijk zal die toch ook niet voor een definitieve oplossing zorgen. Hij groeit namelijk niet mee. De allerkleinste maten zijn ook hier niet beschikbaar. Deze klep is een van de kleinste. En die moet je soms bij een kind implanteren. Dat kan soms, maar gaat ook soms niet. Um, en het nadeel is, het is echt lichaamsvreemd materiaal. Het lichaam wil hier stolsels op vormen. En je moet dus levenslang bloedverdunners gebruiken. Nou, wat voor andere oplossingen hebben we? We hebben een, een menselijke donorklep. Dit is een voorbeeld van een grote lichaamslagader. En de laatste klep, dus de aorta-klep, de uitlaatsklep die hier aan vast zit. Um, dat is eigenlijk de meest natuurlijke oplossing. Je hebt geen bloedverdunners nodig. Het groeit zelfs enigszins mee. Soms opereren we een kind op een hele jonge leeftijd en die kan volwassen worden met zo'n donorklep. Het is in principe in alle mate beschikbaar. Alleen, ja, dit is donormateriaal. Dus het moet wel, we moeten wel donoren hebben die dit kunnen afstaan. Het zijn in sommige gevallen dus uh, uh, kinderen, uh, uh, tieners. ...noem maar op, maar daar kunnen we heel veel mooi werk mee doen. De duurzaamheid, dat wisselt enorm. Sommige patiënten die zul je zien dat, die inderdaad, dat het inderdaad mee, mooi, mooi meegroeit. Bij andere patiënten zul je zien dat ook deze klep toch gaat verkalken. We zijn met, um, er wordt veel onderzoek gedaan om te kijken wat voor behandeling je vooraf kan doen... ...om te zorgen dat die klep minder weefselreactie geeft bij de ontvanger... Um, je kan proberen zoveel mogelijk van de cellen van de donor te verwijderen. zodat je weinig weefselreactie krijgt. En daarmee hopen we dat de duurzaamheid eh, toeneemt. Um, als je wil beoordelen of een klep inderdaad beter is. Ja, dan moet je wel geduld hebben. Dan moet je eerst in dierexperimenten dat aantonen. Dan begin je voorzichtig met de eerste mensen. En als je wil weten dat die 20 jaar meegaat. moet je dus 20 jaar wachten. En omdat het om kinderen gaat, zijn wij. Ja, willen we daar niet te veel mee uh, experimenteren en wachten we vaak af van ja wat de resultaten zijn voordat we beslissen? Van hey, er is een nieuwe techniek, het lijkt hoopvol, en dan pas zullen we overgaan om zo'n techniek bijvoorbeeld ook bij onze jonge patiëntjes uh, toe te passen. Dus dat, dat blijft een en de duurzaamheid blijft een lastig uh, probleem. Um, nou, wat, wat kan de toekomst ons brengen? Ik, ik vertelde net al dat een van de problemen van zo'n donorklep is dat de ontvanger toch ook wel reageert op het vreemde weefsel. Um, hoe zou het, wat, ja, het zou mooi zijn als je een klep zou kunnen maken van eigen weefsel, eigen materiaal. Het idee bestaat al langer, al 30 jaar. Um, het idee is dat je van de patiënt cellen verzamelt, en dat kunnen. Um, uh, Navelstrengweefsel uh, uh, zijn, dat kan bloed zijn, dat kunnen andere cellen zijn. Die cellen, die breng je in kweek, die laat je zich vermenigvuldigen, dan breng je het op een soort van mal in de vorm van een klep. Je brengt dat in een bioreactor. Dat is een omgeving waar die cellen dat prettig vinden, die, die vermenigvuldigen zich, die verankeren zich. Je zorgt dat de goede uh, materialen, de goede um, bouwstoffen aanwezig zijn... de goede temperatuur, de goede enzymen. En is het eindresultaat zal dan een klep kunnen zijn... die uiteindelijk gemaakt is van je eigen cellen. En bij een kindje als Tom bijvoorbeeld... weet je dat er op een bepaald moment een operatie in de toekomst ligt. En, en ja, je kunt dus die cellen van tevoren verzamelen. En hoe mooi zou dat zijn om... Een, een, een klep te kunnen implanteren die hij in feite zelf gemaakt heeft met een beetje hulp van ons. Nou, dit idee bestaat al lang, maar het is enorm complex hè, om die celdeling te controleren, om te zorgen dat die cellen weten dat ze hartcellen zijn en geen botcellen. Um, dus men, is, men maakt goede vorderingen, maar um, ja, voordat wij deze kleppen kunnen implanteren en weten dat die inderdaad 10, 20 jaar meegaan. Ja, Kost het ons enorm veel tijd. Maar dit is op zich um, hopelijk de toekomst. Um, en um, ja, dat zijn dan weer mensen op lappen die daarmee bezig zijn. en die hopelijk mij als chirurg in de toekomst een mooi materiaal kunnen geven. wat voor Tom, bijvoorbeeld Tom, um, ja, beste resultaten geeft. Ja, want uiteindelijk uh, wordt die klep natuurlijk wel te klein als je zo jong bent als Tom als je geopereerd wordt. En hoe bepaal je dat nou? Want je wil zeker niet te snel een nieuwe klep geven, want ook zo'n klep heeft ook weer gewoon een beperkte levensduur. Dus dat betekent dat we dat in de loop van het vervolg op de polykliniek uh, beslissen afhankelijk van hoeveel klachten een kind heeft, uh, maar ook natuurlijk echo's maken en soms aanvullende scans. En we zetten ze ook uh, vanaf de tienerleeftijd vaak op de fiets. En uh, dat plaatje heb ik hier uh, meegenomen uh, voor u. En uh, daarbij kunnen we uh, terwijl een kind met een masker of een uh, buis uh, op fietst, uh, kijken naar het zuurstofgehalte, wat er in die buis gaat en wat er, het uh, kooldioxide wat eruit komt. En op die manier uh, kunnen we tegenwoordig dus ook met dit soort testen kijken of het hart voldoende bloed naar de longen kan pompen en of de klep dus niet te klein aan het worden is. Uiteindelijk hebben al die kleppen wel een beperkte levensduur. En dat betekent dat onze zorg ook duidelijk levensloopzorg is. We, we gaan voor een. Uh voor leven, maar ook kwaliteit van leven. En dat is ook ouder worden in goede gezondheid. En dat maakt dat sport ook een belangrijk aandachtspunt is op onze poli. Want voor het overgrote gedeelte van de kinderen met een hartafwijking geldt ook dat sport gewoon gezond is. En sommige mensen zijn wat angstig. Ook vanuit school is er soms wat angst om kinderen volledig mee te laten doen. Maar in de overgrote meerderheid is dat als compleet onterecht. Na de leeftijd van 18 jaar verwijzen we dan onze patiënten naar de cardioloog voor volwassenen, zoals ik zo net al zei. En die neemt de zorg dan van ons over. En dat zijn dezelfde cardiologen die ook bij de besprekingen zaten. Toen wij Tom bespraken voor zijn eerste en later ook voor zijn tweede operatie, zaten zij daar ook bij. Dus in die zin kennen ze hem al een beetje. En uiteindelijk, als er meerdere ingrepen nog nodig zijn uh, nadat hij 18 is geworden, zitten ook zijn kindercardiologen bij die bespreking en kennen hem dus goed en kunnen uit die functie ook weer wat bijdragen. En eigenlijk is dat wel iets unieks uh, in Nederland, uh, dat uh, uh, wij hier in Groningen elke week uh, met dat volledige team uh, onze besprekingen doen. De belangrijkste boodschappen die wij eigenlijk uh, voor deze avond aan uh, jullie mee zouden willen geven, zijn dat aangeboren hartafwijkingen bij kinderen een belangrijk probleem zijn zodat door de verbeterde behandelmogelijkheden en dus de betere overleving het aantal volwassenen met een aangeboren hartafwijking ook toeneemt en toe zal nemen. En dat maakt dat de zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen niet alleen teamwork is, maar ook levensloopzorg. Bedankt voor uw aandacht.